Nou, ik heb het meestal in mijn conferences over hele gewone, alledaagse dingen. En die maak ik dan geestig. En verder heb ik een nogal negatieve levenshouding. Wat een negatieve levenshouding? Ja. Ja. Heb je die ook echt of is dat een spel? Nee, dat heb ik echt. Ja? Wat is de bijvoorbeeld nu dat je denkt, was ik hier maar niet? Nee, dat heb ik nu niet, eerlijk gezegd. Ik voel me vrij positief. Oké. Okay. Ik hoorde dat jij... Ik schrik er ook van. Ik begrijp dat jij ook een angststoornis hebt. Ja, dat klopt. Waar ben je bang voor? Nou, dat kan ik niet even in 2 minuten uitleggen. Maar ik ben vooral in de kern bang om een paniekaanval te krijgen. Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel van angst voor de angst. Oh. Maar dat lijkt mij best onhandig als je op het podium staat. Ja, dat is ook zo. Alleen met optreden heb ik het niet. Voor mij is het toneel juist een angstvrije zone. Ik heb het meer in het dagelijks leven. En optreden vind ik juist vrijheid. Wat doe je in het dagelijks leven? Optreden. Oh ja, nou dan heb je dus. Dat is een cirkel rond, toch? We hebben ergens last van, toch? Of, Ja, maar je haalt ook je inspiratie, heb je me vorige keer verteld. Toch ook uit tragiek uit je eigen leven. Ja, zeker. Kijk, ik ben natuurlijk niet vol goede moed begonnen met optreden. Dat is gepaard gegaan met telefoontjes naar de psychiater en voornemens om toch maar van 9 tot 5 een administratieve baan te gaan doen. Maar uiteindelijk vind ik het optreden zo leuk dat dat opweegt tegen de spanning die eromheen zit. We kijken even naar jou. Een fragment uit het programma van jou. Oh, één ding nog. Als u geen zin heeft om mee te zingen, gewoon niet doen. Nee, echt. Maakt me helemaal niks uit. Sterker nog, als ik zelf naar het theater ga, dan denk ik, ja, ik zit er in principe voor mijn rust. Met je meezinger. Rot op. Nou, het heet levenslust. En het gaat over het dagelijks leed. Leven. Elke morgen sta ik op. Zei ik staan, was overdreven. Ik sleep me naar de douche en van je lang zullen we leven. De moed zit in mijn schoenen en mijn benen zijn van lood. Ik wil niet verder leven, maar ga vast nog lang niet dood. Dat heb ik weer, mijn leven valt zo tegen. Dat heb ik weer, jongens, wat een pech. Ja, het is misschien een beetje vervelend als ik het zeg, maar mijn eerste associatie is Birgitte Kaandorp. Oh ja, ja, dat hoor ik wel vaak. Ja, is het iemand die je kent? Je bedoelt of ik haar programma's ken? Ja, ja zeker. Ben je door haar geïnspireerd ook? Ja, door haar en Hans Dorrestein ook heel erg. Ja, daar zit ook dat leed een beetje. Ja. Ja, en dit liedje wat ik hier heb gezongen, dat heb ik ooit geschreven als een echt serieuze tekst. En toen heb ik er een carnavalsmelodietje onder gedaan en toen bleek het heel geestig. Maar het was eigenlijk een wanhopige tekst. Ja. En Martin neemt zo'n dame dan mee, die zegt van ik heb er nog een leuke bij. Ja, nou, Martin is natuurlijk zelf, heeft jarenlang in de Nederlandse theaters geapenkooid met Wilfried de Jong. Ja. Is daarnaast nu ook heel erg bezig met het schrijven van films en acteert natuurlijk nog in verschillende dingen. Maar houdt zich ook bezig met de talenten die hij regisseert. En in dit geval, Marjolein heeft ook onder de regie van Martin gewerkt. Ja, wat leer je dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld om zulke contrasten te maken van gooi er maar een carnavalsmelodietje onder. En vooral zoveel mogelijk, ja, het klinkt heel cliché, maar bij jezelf blijven. Dus als je zenuwachtig bent, doe er dan maar wat mee. Of ik sla vaak akkoorden verkeerd aan. Zei hij, nou, buit het dan maar uit, vergroot het maar. Dus ik loop dan ook weg van de piano. En zeg ik, doe het ook niet meer. Stommige piano altijd. Ja, dan werkt het grappig in plaats van in mijn nadeel. Ja, dus je eigen gekluns eigenlijk iets uitvergroten om het daarmee... Nou, het in ieder geval niet vermijden. Nee. Niet echt uitvergroten, maar het niet uit de weg gaan.